misschien is het ook iets om over na te denken van, zijn we dan zo belangrijk? We vinden onszelf erg belangrijk, maar zijn we dat eigenlijk wel in het geheel? Dat heeft met die hoogmoed te maken en met een grondhouding van wij zijn belangrijker dan de rest van het leven en daar kunnen we maar mee doen waar we zin in hebben. Een beetje bescheidenheid zou mooi zijn. Leiderschap begint dus eigenlijk bij jezelf. Durven niet weten, luisteren, kijken, vragen, praten, delen. Ja, durven niet weten en dus het samen te doen met degene waar je leiding over hebt. En wel een visie hebben, dat is wel heel belangrijk. En dan nog is het goed om af en toe, als 2 weken in de natuur te zijn zonder dat iemand erbij is en je te meten aan, klopt het eigenlijk wel wat ik zeg en wat ik doe en of wil ik het toch nog anders? En ook dat is denk ik voor leiderschap belangrijk, dat je af en toe stilstaat en kijkt, hoe doe ik het en waar ben ik mee bezig? Klopt het nog? En dan ook de moed hebben om het anders te doen, als je vindt dat het anders moet. Ook als je jezelf daarmee minder populair maakt. Weet dat je daarin de vrijheid hebt om zo te leven zoals jij wilt leven. Dus dat jij je wereldvisie, je levenshouding kan uiten door daarin te doen wat voelt dat klopt voor jou. Hoe leef je in je dagelijks leven wat bij jou klopt? Of hoe leef je in je baan dat het toch bij jou klopt? En dat is leiderschap over je eigen leven hebben. En daarin zijn we vrij. Altijd.